de masker er maar af. Nou, ik had een hele gekke ontdekking gedaan. Buitenkamer durfde jij dit ook? Ik hoor de stem van de Game Master gek. Hallo? Oh my god, mensen. De Game Master had voorkeur de masker afgedaan. Voordat we verder gaan, like deze video in 5 seconden tijd. Anders komt de Game Master, Kermit de Kikker en al die gevaarlijke beesten op jouw huis af. En dat wil je liever niet hebben. Vorige aflevering, ik was veel aan het lachen geweest. Het is helemaal een stresslach. Voor sommige dingen waren wel grappig, maar ja, normaal kun je het eigenlijk niet grappig vinden. Maar het begint gewoon bijna gewoonte te worden dat ik met de Game Master samen ben. Dat vind ik best wel heftig. Maar goed, de Game Master, ik ben benieuwd. Haal de masker er maar af. Nou, ik had een hele gekke ontdekking gedaan. Buitenkamer durfde jij dit ook? Oh mijn god, waarom heb je dit gedaan? Het wordt ongemakkelijk. Jij gaat meekomen. We gaan boven even een leugentest doen en dan gaan we erachter komen. Delano, dit is niet wat het lijkt. We gaan naar boven een leugentest doen en dan wil ik er echt achter komen ook of jij de echte Game Master bent. Want dit vind ik wel heel raar. Want hoeveel maskers is dat ding eigenlijk wel niet? Hoeveel Game Masters zijn er wel niet? Hoeveel klonen zijn er wel niet? Ik snap er niks van. We gaan naar boven toe, we doen een leugentest en dan gaan we erachter komen of jij de echte Game Master bent, ja of nee. Oké, vooruit. Let's go. Zo, kijk eens wie we daar hebben. Jordi. Ja. Goed mensen, jullie moeten deze video even geliked hebben, want als je dat niet hebt gedaan, komt Jordi misschien naar je huisje of de echte Game Master. We gaan erachter komen en anders komt de echte Game Master sowieso naar je huis toe. Of Kermit Kikker. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal, abonneer ook even op Jordi. Vooruit dan maar, weet je. Ik wil je wel even onderzoeken. Maar alleen abonneren als wij de waarheid spreken, oké? Lijkt me wel duidelijk. Goed, ja, we hebben een paar vragen die we jou gaan stellen en we willen erachter komen of jij wel volledig eerlijk bent. Hou dat ding even wat dichter bij je. En Jordi heeft hier een leugendetector liggen. En als hij een vraag eerlijk beantwoordt, komt hij er goed mee weg. Gaat hij daar niet eerlijk op antwoorden, dan zullen we de punten optellen. En dan gaan we een straf bedenken voor hem in de volgende video. En dat gaat ook inderdaad over de scary dingetjes. Wat hij dan wel moet doen en wat ik dan niet moet doen, bewijs van. Spreekt hij meer de waarheid dan ik, dan krijg ik een straf voor de volgende video. En jullie mogen deze straf bedenken. Tip, de straf moet relevant zijn voor de video's, dat wij nog meer enge dingen gaan opzoeken. Ja? Yeah? Goed begrepen, Jordi. Zeker, ik ben nergens bang voor. Ik spreek altijd de waarheid. Oké, ja. Jordi, hoe lang zit jij al in dit wereldje met de Game Master? Al 60 jaar. 60 jaar. Je bent geen 60, dat is echt onzin. Want dat zie ik aan jou, want jij had dat inderdaad gezegd in de Q&A, maar jij bent geen 60. Maar goed, hou hem er tegenaan. Ik zei het, je hebt gelogen. En dat is duidelijk. Hij heeft zelf gezegd, hij is vals. Alright? Goed, het is 1-0 voor mij. Je hebt al hier al over gelogen. Dat je samenwerkt met de Game Master. Maar goed, Jordi. Ja? Zat jij ook achter het project van Team Anonymous? Ja. Oké. Je hebt de waarheid gesproken. Gelukkig. Hij zat dus inderdaad in het project en hij was erin betrokken met het Anonymous team. Werd jij gedwongen om mee te doen? Of deed je dit uit eigen wilskracht? Ik werd niet gedwongen. Dus jij deed het uit eigen wilskracht? Ik deed het uit eigen wilskracht. Hou je vinger er maar op. Dat meen je niet. Dit vind ik wel heel erg om te zien. Dit heb ik nooit van jou verwacht. Nou wil ik nog een vraag stellen. Waarom heb je wel meegedaan in de reactievideo en was jij uiteindelijk alsnog de Game Master in het bos? Ja, vertel. Dat heb ik jou ook gewoon in de Q&A verteld, dus moet ik dat nou weer vertellen? Zeker over dat jij gepest werd en dat jij zogenaamd deed alsof jij gewoon mijn vriend was en alsnog gewoon de Game Master blijkt te zijn. Is dat wat jij nu zegt? Nou, wat dat betreft. Daar heb je dus niet over geloofd. Het is inderdaad echt een pure intentie geweest. Ik wil ook echt even weten, waarom heb jij dit nou gedaan precies? Waarom heb je alles veroorzaakt? En wat wou je hiermee bereiken? Jouw YouTube kanaal natuurlijk. Omdat je zelf geen abonnees hebt op jouw kanaal. Nee, ik krijg nooit abonnees. Maar misschien moet je er ook even wat harder voor werken voor je abonnees en niet door te hacken. Dat is nog erger dan sub voor sub. Ja, ik wilde gewoon je YouTube kanaal hebben en ik vind gewoon dat je heel veel views hebt. En ik denk van ja, ik wil dat ook wel, dus... Oké, hou je vinger er maar op. Daar zit wat anders achter. Daar zit wel duidelijk wat anders achter. Volgens mij spreek je tot een deel de waarheid. Inderdaad, het was jouw intentie om mensen te hacken. Maar oké, misschien even doorvragen. Zit jij in het ondernemingschap om dit te doen? Of ben je gewoon maar een werknemer voor de Game Master of voor het Team Anonymous? Ik werk voor helemaal niemand. Dus je bent een zelfstandige? Ik ben een zelfstandige. Oké, er zit wat achter. Jij wordt sowieso gedwongen, hè? Je durft, dit mag je waarschijnlijk niet zeggen. Door wie word jij gedwongen? Laat ik het zo zeggen, ik ben niet de echte Game Master. Oh, oké.
Weet je dat heel zeker? Dat weet ik heel zeker. Haal je vinger er maar op. Oké, precies wat ik dacht. Je bent dus niet de echte Game Master. Maar ja, waarom heb je dan toch gekozen om dit te doen? Want daarnet zat je wel onzin te lullen, maar de leugendetector heeft je toch genoeg overtuigd. Maar hoe heb jij daarnet wel gelogen? Waarschijnlijk heeft de leugendetector het niet goed gedaan, maar ik wil even de echte waarheid weten. Wat heeft de Game Master tegen jou gezegd waardoor je gaat meewerken? Hij wilde gewoon zelf niet ontmaskerd worden. Dus ben ik het slachtoffer ervan. Vinger erop. Oké, daar zit dus iets anders achter. Ik wil even dat je de waarheid vertelt. Waarom is het nou echt zo? Hiervoor zit jij, om de waarheid te vertellen. Oké, ik werk dus gewoon echt voor de Game Master. Ja? En ja, hij betaalt mij daar heel goed voor. Dus hij betaalt jou voor dit werk die jij nou doet? Als een zogenaamde Game Master, dat jij ontmaskerd wordt? Okay. Maar hij wil ook niet ontmaskerd worden, want nu ben ik ontmaskerd. Oké, hou je vinger er maar op. Daar heb je dus waarheid over gesproken. Komt de Game Master überhaupt wel uit zijn hol? De echte Game Master. De echte Game Master. Want jij hebt namelijk een sollicitatie gedaan en nou wil ik hem vragen, zit hij alleen maar achter zijn kantoor om mensen aan te sturen? Of wat is het? De Game Master die komt heel soms naar buiten, ja, maar bijna nooit. Hij komt bijna nooit naar buiten. Ik ben niet de enigste slachtoffer. Game Master. Dat had ik gezien. De kloon van Daniel werd er al neer voor gezet. Toen jij, dus je bent de tweede gast eigenlijk al. Maar goed, hou je vinger er maar op. Daar heb je de waarheid over gesproken. Vind ik heel vervelend. De Game Master is een onzelfstandig ondernemer. Jij bent dat niet. Jij bent dus een werknemer van de Game Master. Dat is vrij duidelijk geworden. Maar nu wil ik even meer weten. Waar woont de Game Master? Dat kan ik je helaas niet vertellen. Dit moet je mij vertellen, want anders ga ik jou hier ook vastbinden. Echt waar, vertel het me. De Game Master woont ergens in een bunker in Nederland. Het is ook zijn kantoor. Ja? Maar zelf ben ik er nooit geweest. Oké. Dus ik kan niet vertellen waar het precies is. Hou je vinger er even voor. Heeft de Game Master een KVK-nummer? Vast wel, want dan ga ik hem... Wat is zijn KVK-nummer? Dan ga ik hem opzoeken. Zijn KVK-nummer is... Goed, je hebt zijn KVK-nummer gegeven. Ik hoop dat het echt een KVK-nummer is. Dan ga ik hem eens even into Google. Oké, ik kom dus ergens op uit. En dan ga ik eens even kijken hoor. Waar is zijn bedrijf? Oké, Game Master Company. Let ik zijn naam, Game Master Company. Dat is duidelijk. Zijn telefoonnummer, zelfs die staat op. Ja, ik heb hem al op WhatsApp, dus dat heeft niet echt veel nut. Even kijken. Game Master Company BV Bunker Hoogrijden. Ik weet waar het is. We gaan naar de Game Master toe. Punt. Oké, mensen, we gaan nu ondertussen naar de bunker toe in Hoogrijden. Zo is het al. En we gaan kijken inderdaad of de Game Master daar ergens te vinden is. Vast wel, ik denk dat Game Master Company daar dus is. En ja, ik wil even weten of die er is. Want ik ga nu even opzoeken en dan is het gewoon klaar met de echte Game Master. Want de Game Master heeft heel, omdat heel veel slaap gegeten, wat jullie weten. Of mensen die gewoon een masker op hebben. Je zag heel vaak kostuums. Maar eerst was ik de Game Master. Ik zat blijkbaar ook in die company. Alleen, ze hebben iets gedaan. Het lijkt wel alsof ik dan gewoon gedrogeerd was door de Game Master. Het lijkt er echt op. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. En daarom wil ik toch eventjes hier het verhaal halen bij de Game Master. Want ik storm gelijk naar binnen. Ik hoop dat ik naar binnen kan. Ik hoop niet dat die bunker afgesloten is. Dat kan ook. Ja, dat is gewoon heel lullig. Maar ja, dan is het maar zo. Goed, we gaan erachter komen. En dan is het klaar met de Game Master. Let's go. Ik hoop dat jullie geliked hebben met deze video. Als jullie dat hebben gedaan, laat je zien hoeveel je mij support. En hoeveel je namelijk... Ja, ik hoop dat het de support is. Ik denk wel dat hij de waarheid spreekt, zoals jullie zien. Dus abonneer ook even op Jordi, zou ik zeggen. Want hij heeft gewoon echt de waarheid gesproken. En... Hij is gewoon, zeg maar, een medewerker van de Game Master. Hoeveel kreeg hij betaald? Zal ik het zeggen? Ja, we gaan toch naar zijn bedrijf toe. Oké, hij gaf me 1 ton voor dit allemaal. 1 ton? Ja. Eerlijk, ik zou het ook doen voor 1 ton. Ja, dan moet ik hem maar gewoon vergeven. Ik was eigenlijk best wel boos op Jordi hiervoor nog. Maar ja, als hij 1 ton krijgt, ja. Iedereen wil 1 ton. Weet je, ik zal wel een deel naar jou schrijven. Oké. Geef maar de helft. Want ik ben wel uiteindelijk de gedupeerde geweest. Mijn YouTube was helemaal gek en zo. Ik weet niet of het deze was die dat heeft gedaan. Of dat het de kloon van Daniel was. Want de kloon van Daniel was ook werknemer. En ja, ik merkte al 2 verschillen aan deze Game Master. Dus deze Game Master was in één keer heel anders. Toch? Is zo. Ja, en Daniel die had het er eigenlijk al over. Dat er meerdere Game Masters waren. Maar dan heeft hij dus toch niet gelogen. Hij heeft gewoon gelijk. Want anders was ik zelf ook geen Game Master geweest. Ik was niet voor niets een gedupeerde geweest. Maar Game Master, je bent niet meer voor lang veilig, vriend. Nu gaat jouw company binnenkort in brand vliegen. Tenminste, dat zal me niet gebeuren, want anders krijgt toch echt de politie op mijn dak en mijn brandweer. Maar jouw company gaat wel eventjes ontruimd worden en jouw KVK-nummer gaat uitgeschreven worden. Gelukkig zijn we achter jouw KVK-nummer gekomen, vriend. En
It's done. Oké, mensen, we zijn aangekomen bij een bunker hier. En als het goed is, zit hier de Game Master. We gaan eens even naar binnen roepen. En even kijken of we naar binnen kunnen. Lang geleden kon ik hier naar binnen. Lang geleden kon dat. Even kijken of dat nog steeds mogelijk is. Oké, laten we even gaan kijken. Volgens mij is de bunker dicht, of niet? Ja, de bunker is dicht, mensen. Maar waar is dan de company? Volgens mij hier niet, want dit is doodlopend. Oké, we moeten even die bunker verder gaan onderzoeken. Ik vroeg kon je er gewoon in, maar dat is allemaal afgesloten. Misschien via hier. Is deze deur open? Denk het niet, of wel? Ik hoop het wel. Wat een rotzooi hier. Het stinkt. Ah, oh, godverdomme. Is dit zijn bedrijf? Wacht, is deze deur ooit open geweest? Misschien op de berg of zo, want je kunt hier de berg op. Eens even kijken of die nog open is. Lang geleden dat ik hier ben geweest. Echt waar. Zo, het is hier nasty. Waar is een company dan? Dit is de enige bunker die ik ken. Hier binnen? Nee. Dit is gewoon een leeg pand. Game Master, where are you? Zo, die echo. Echo. Nee, hier niet. Oké, het is allemaal vrij groot. Het ziet er heel oud uit, snap ik. Maar zit het dan niet hier ergens of zo? Is hier iets? Nee. Op slot, hè? Nee. Hey, alles is afgesloten hier. Vroeger kon je gewoon naar binnen. Toen was het nog geen bedrijf. Wat? Zie je iets? Zie je de Game Master? Ik dacht dat ik iets zag bewegen inderdaad. Holy moly. Nee, niet. Ik hoor de stem van de Game Master, gek. Hallo? Dat hij mijn woord heeft. Game Master! Zit je daar ergens? Ik denk het niet. Shit. Ik weet niet waar die is. Oh, ah, die jeuk. Ik heb echt tegen een brandmetel aangelopen, joh. Goed, accepteren we maar. Oké, mensen, er is geen manier om naar binnen te komen. Game Master heeft alles afgeschermd. Er is een zwaard hier beneden. Ik weet niet of hier gevochten wordt. Hey, succes, hè? Waar ga je naartoe? Dude, is het een samenwerking met de Game Master of zo? Hij heeft gewoon gelogen. What the heck? Wat bezielt hem? Man, ik kan helemaal niet goed rennen. Ik heb zoveel problemen gehad met de Game Master. Nee, man. Oké. Jongens, jullie moeten even een like achterlaten. Hij is gewoon gevlucht. Vergeet even niet te abonneren. Zet het belletje aan. Kunnen we voor de 1000 likes gaan? Het zou echt goed zijn als we het kunnen halen. Dit vind ik jammer om te zien. Hij heeft wel gelogen. Waarschijnlijk heeft hij de leugendetector ook nog gehackt. Dat meen je niet. Hij wist het gewoon. Later, mensen.